Ja, vandaag is het G-voetbaltoernooi bij Weijen 92. In kader van 10 jaar het voetbal, van het G-voetbal in Weijen. 10 jaar, een lange zet. Met vallen en opstaan. Heel vaak ook wel soms met moeite vrijwilligers gevonden om ook mijn vervoerproblemen. Maar ik heb wel het gevoel dat juist de afgelopen jaren dat jullie in een stijgende lijn zijn geweest. We zijn zeker in de stijgende lijn. Gaat hartstikke goed. Ook nieuwe aanwas betreft. We hebben heel weinig verloop, ook in de oudere spelers, zeg maar. Het gaat hartstikke leuk. En de nieuwere spelers worden heel goed opgepakt ook door de bestaande club. Die passen ook eigenlijk gewoon direct tussen. Het gaat gewoon hartstikke mooi. We hebben er allemaal lol in, inclusief de begeleiding. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, want jullie als begeleiding zijn ook belangrijk in dit geval. Zeker in de groep waar je mee te maken hebt. Het is juist mooi dat jullie een platform bieden voor hun om toch bezig te zijn. Want dat is denk ik ook wel de achterliggende gedachte van ook deze groep verdient het om te kunnen supporten en te doen wat ze willen. Dat is zeker waar. Maar als je ziet hoeveel voldoening hun uit het sporten en uit het bewegen halen. Doordat hun er veel voldoening uit halen, halen wij er ook heel veel voldoening uit. Wij zeggen altijd tegen elkaar als begeleidingszijde, elke minuut die je erin stopt aan vrije tijd, krijg je er eigenlijk 3 voor terug. Dat is eigenlijk het grote motto waar wij het voor doen. Zeg maar. Dat is zo mooi om te doen, de omgang met dit soort mensen. Hoe ze leven en hoe ze hun sport beleven. Zelfs ook die jongen die bij ons in een rolstoel zit. Nou, dat is eigenlijk uniek. We zetten hem in het veld en die jongen die gaat helemaal los. Die vindt het geweldig. Alleen maar gewoon puur alleen beleving van die sport. Ja, hoe wil je het nog mooier hebben? Ja, daar kan het normale voetbal, als het naar wordt in dit geval, wel een voorbeeld aan nemen. Het plezier wat hun naar elkaar hebben. Want de eerste keer het G-voetbaltoernooi hier, is het nooit gedacht van, hé, wij willen ook een toernooi? Of is het nu omdat je 10 jaar bestaat en dacht van, ja, we gaan nu een mooi feestje bouwen met een eigen toernooi? Het idee was er al langer. Maar wij hadden wel zoiets zo van, toen we een jaar of 7 bestonden, we schuiven het even vooruit. We wachten tot we 10 jaar bestaan en dan gaan we dan een leuk toernooi in elkaar zetten. We zijn met een koppeltje bij elkaar gaan zitten. Eerst Gerrit en ik zelf, van hoe gaan we dit aanpakken? Nou, toen zijn we met een koppeltje bij elkaar gaan zitten. En de boel is een beetje op papier gezet. Een draaiboekje gemaakt. En het is geworden voor wat het nu is. En je ziet het buiten, iedereen heeft lol. En iedereen vermaakt zich. En het draait gewoon. En het gaat gewoon hartstikke leuk. Ja, want dit is denk ik het laatste toernooitje voor de zomerstop in die zin, ook bij jullie. Volgend jaar, wordt de groep dan nog groter of is dit de groep die je dan bij elkaar hebt, zeg maar? Vooral ze nu lijkt, is dit de groep waar we volgend seizoen in ieder geval gewoon weer mee gaan starten. En wij hebben dus wel een hele grote groep. Wij zitten nu aan 22 dames en heren. Wij kunnen per wedstrijd maar een x-aantal meenemen, want we zitten dus, net wat je toen straks al zei, met vervoer. Wij hebben dus, van de stichting krijgen we dus elke zaterdag een bus te leen. Nou, die stoppen we vol. Daar kunnen de 9 in. En ik rijd dan zelf altijd met de auto erachteraan. Daar er ook een stuk of 4, 5 in kunnen. Nou, en dan is het op. Meer kunnen er niet mee. Maken we altijd, die dame die ook bij ons vrijwilliger is, die maakt elk seizoen heel mooi een schema. Elke jonge dame. En voor elke jonge heer die bij ons voetbalt, die weet exact wanneer die vrij is en wanneer die spelen moet. Dus dat werkt perfect. Ja, want structuur is ook voor deze groep wel belangrijk inderdaad. Dat je daar ook aangeeft van jongens, zo zitten we in elkaar en dan is het ook voor hun goed denk ik. Want als dat niet zo zou zijn, dan wordt het wat lastiger. Structuur is sowieso belangrijk. Het is gewoon ook, als je met de competitie thuis voetbalt, is het gewoon belangrijk dat daar ook structuur in zit. We hebben elke wedstrijd die thuis gevoetbald wordt, hebben we dezelfde scheidsrechter. De jongens en meiden hebben elke thuiswedstrijd dezelfde kleedkamer. Noem maar op, alles is hetzelfde. Dat moet ook. Ze moeten duidelijk hebben. Gewoon puur duidelijkheid. Daar gaat het om. Vandaag een mooi feestje. Je eigen verjaardagstoernooi, om zo te zeggen. En hopelijk dat er nog in ieder geval 10 jaar bij komt voor het G-voetbal bij. Wij hopen dat zeker en ik gun het de jongens en meiden die hier graag willen voetballen, die gun ik dat ook. Het is niet gezegd dat wij er altijd bij zullen blijven, maar dan is er vanzelf wel opvolging. We hebben al een hele goede opvolger, daar is dan toevallig mijn zoon.
Maar die zit ook al heel leuk in de groep. Die is als maatschappelijk stage begonnen en die is gewoon blijven hangen, zeg maar, zoals dat heet. Maar die hoort er gewoon bij. En die is nu 19, maar die vindt het geweldig. De toekomst ziet er zonder uit, zowel op het veld als naast het veld, voor het goede voetbal erbij. Nogmaals gefeliciteerd en geniet nog even. Dankjewel.